Zorgen aan het hoofd van Dick Advocaat. De trainer van Sparta beschikt de rest van het seizoen niet meer over de keepers Roy Kortsmit en Yannick Hoed. Leonard Nienhuis zal weer spelen. Verder mist Advocaat de geschorste Bart Vriends en Mico Nelom is er waarschijnlijk ook niet bij. De selectie van Advocaat beschikt over veel gelijkwaardige spelers. Daar baalt hij van. En ook van het feit dat Sparta in de laatste twee wedstrijden om handhaving in de Eredivisie zoveel spelers mist. Kramer, de linksbuiten Zoef, Nelom waarschijnlijk morgen. Wie heb ik nog meer? Chabot, de keeper. Dat zijn gewoon zes eerste elftal spelers. Maar ik denk niet eens dat het zoveel uitmaakt. Want die andere jongens zijn net zo goed als diegene die normaal speelt. En daar ligt nou gelijk het dilemma van het is te veel hetzelfde. Allemaal goedwillende jongens. En laat dat duidelijk zijn. Want ze trainen goed. Ze werken goed. Maar het is niet helemaal op elkaar afgestemd. Laat ik het dan zo zeggen. Met Nienhuis weer op doel zal het voor Sparta belangrijk worden om te scoren, want de verdediging is niet heel solide. Pas drie keer hielden ze dit seizoen de nul. Ook tegen FC Emmen wordt het niet makkelijk, want de ploeg uit de eerste divisie mag en Sparta moet. En deze druk is volgens Advocaat heel anders dan tijdens Europese wedstrijden bijvoorbeeld. Bij de Europa Cup dan hopen we iedere wedstrijd weer dat als je doorgaat. Dat is heel iets anders dan dat als wij degraderen wat er met de club gebeurt, wat er met personeel gebeurt. Je speelt echt ergens voor. Het is echt het gevoel van het moet. Het is gewoon, voor mij is het gewoon een beetje leven of dood. Het is echt alles of niks. Als het niet lukt, dan lig je eruit. En als het wel lukt, dan ben je de held, zeg maar. Dus ik vind deze wedstrijd wel leuk om te spelen. Morgen zien we hoe Sparta met die druk omgaat. De aftrap in Emmen is om 6:30. Onze radio-uitzending begint om 6:00.